Hi YouTube! Daar zijn we weer. We gaan beginnen met de tweede run van Afterbird. Er zijn twee mods geïnstalleerd, net zoals bij de vorige part van deze livestream. Let wel op, het is Binding of Isaac, Afterbird. Dus ja, het kan een beetje grof zijn qua geloof en met sommige vijanden die ertussenin zitten. Jullie zijn gewaarschuwd bij het begin. En het wordt mede mogelijk gemaakt door Eevee. Dus ik vind hem echt gaaf. Ik vind deze Eevee echt gaaf. Dus een flappe oortjes. Is leuk. Dus ik ga hem heel eventjes hier zo neerzetten. Maar goed, we gaan dus Eden Streak en we gaan beginnen gelijk met onze tweede run voor de Eden Streak. En daarna gaan wij met de livestream verder met Pixelmon. Dus laten we maar gaan beginnen. Eens kijken of we weer iets goeds krijgen. Nee, niet met de los. We gaan gewoon Eden Streaken. Hoppakee. Waarom zit er een doek voor het raam van je deur? Een doek voor het raam? Dat is een rolluik. Dat is geen deur. En dat... doek daar, dat is mijn groene doek. Oké, waar beginnen we mee? We beginnen met TNT. Dus we hebben oneindige bommen. We beginnen al met 5 bommen. Onze fire rate die is decent. Maar onze damage is waardeloos. Oké, dit kan al vervelend worden. Oké, nou laten we hier eventjes een TNT barrel plaatsen. En die wou ik eigenlijk aan de andere kant hebben. De Minecraft crash. Welke Minecraft crash? Ik ben niet op de hoogte van een Minecraft crash. Dat als je het opstart dat je Minecraft zwart is en dan sluit hij toch af. Oh, dat is heel vervelend. Oh, we hebben ook gelijk een XL room, ook nog eens. Een hele leuke muziek. Ja, Mume heeft nog geen flauw idee waar we over praten. Nee, ik haal even mijn tablet, want ik kan om een of andere reden de Twitch website niet openen. Maar hij is bezig om de chat in te komen, dus geduld. En we hebben een secret. Muziek blijft leuk. Alleen we wilden dus geen damage nemen, want anders... een XL room, dat is een extra grote room met een dubbele baas en dus dubbele vijanden. En daar baal ik eigenlijk best wel van, want... oh, dank je. Soul Heart hier hebben we zeker nodig, omdat we krijgen dan gelijk hier ook de deal with the devil. Dus onze damage is waardeloos, jongens. Dat is verschrikkelijk. Oké, nou. We gaan deze kant op. Hi. Dat kleine ding, dat is zo blij. Dat is zo vrolijk. Ja, het is een poepbom. Geeft ook nog eens een keer extra damage. En oh, money. Ik wil deze hier neerzetten. Oh. Eigenlijk is deze health of spacebar item een beetje zinloos. Omdat we hebben al 99 bommen. Dus ja. Ach ja, zinloosheid is ook heid. Iets in die trend weet ik veel. Ik weet niet waar ik daarmee naartoe ging. Maar ja, kunnen we het overleven met een hele slechte fire rate? We hebben genoeg bommen, dus op zich zou dat wel moeten kunnen. En we krijgen genoeg monies. Even kijken, we hebben de shop nog niet gehad. We hebben wel 2 item rooms gehad. Dus wat ik ga doen is toch eventjes die shop zoeken. Omdat we hebben genoeg monies. Hoi. Oh, ik wil toch echt namelijk wat damage up vinden. Maar ik denk dat we eigenlijk... Ja, weet je wat, we gaan eerst eventjes de bosses doen. Dan zijn we daar alvast weer klaar. Dus hallo. Oh, die ballen die zijn irritant. Ja, ga in het vuur dansen. Oh, dan heb ik het vuurtje uitgedaan. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Mijn damage is waardeloos. Oh boy. Hoe vaak ga ik dat nou nog zeggen? Vaak genoeg. Ja, trolbom. Ah, nee! Oeh, dat ging me net goed. Oh! Ik moet concentreren even, jongens. Sorry. Njong. Ah, verdurie! Dat was sneaky! Ah, die aanvalanimatie die duurt mij te lang. Oh boy. Nee. Oké, vlammetjes zijn uit. Kun je even geraakt worden door je eigen bommen? Werd hij daar nou geraakt door een bom? Ik hoop het wel. Oké. Boom. Oh, die volgt mij. Boom. Oké. Oh, die ballen die zijn zo irritant. Oh, Little Horn, je bent irritant. Misschien moet ik een bom naast hem leggen of zo. Pyromaniac zou nou wel handig zijn geweest. Ga dood. Oké, hij is weg. Oké, geef me een damage up. Dat is geen damage up. Wat hebben we hier? I can see forever.
And I got a lock up and a lockdown. Dat was zinloos en bad gas. Oké, dan gaan we Monstro doen. Ah, ja, daar kunnen we wel wat bommen bij gooien. Op het moment als hij springt, zoals nu. Oh, dat was de verkeerde knop, maar dat maakt niet uit. Boom! Oh, Oké, ik wil die deal with the devil hebben. Dat is belangrijk! Oh, we hebben hem al bijna verslagen zelfs. Waarom maak ik me zo zorgen? Dit is easy. Heeft Mim een kanaal? Nee, Mim heeft geen YouTube kanaal. Oh. Tuurlijk! Natuurlijk geef je... Natuurlijk geef je Krampus! Dat is zo flame! So not fair! Auw! En dan maakt het niet uit dat ik damage neem. Al wil ik dit wel eigenlijk overleven. Ah. Oh, spinning. Die is zo gemeen. Oh boy. Ah, dubbele brimstone, serieus. Doe eens rustig aan, man. Jeez. Relax. Lamp of coal geeft extra damage. Kunnen we wel gebruiken. Oké, we hebben We Can See Forever. Dus nou is het wel handig om zo dan de... Auw. Oké, we hebben een Dark Heart. Dat is handig. Het is een e-mail die geeft hij dadelijk op het moment dat hij in de chat is, jongens. Niet de hele tijd hetzelfde blijven vragen, hè? Kom op, wel een beetje netjes blijven. Niet de hele tijd blijven vragen naar hetzelfde, jongens. Kom op. Task. Mimi is bezig. Geduld. Ja, ik wil toch even kijken waar hierin zit. Ah, dit is gemeen. Wat is het met jullie mij al die bazen te geven? Ga dood. Oh boy. We hebben Lamp of Coal. Dat zou goed moeten zijn. Hoi. Kom op. Geen vijanden spannen! Hij is zo gemeen. Ah, nog een Petro. Die heb ik al één. Ik kan er maar eentje dragen. Nou, dat is wel helemaal raar. Om een of andere reden heeft zelfs op mijn tablet de Twitch raar. Ja, Twitch die had ook al problemen met Twitch alerts te lanceren. Nou ja, ik heb het probleem dat überhaupt de website laden, dat duurt gewoon een aantal minuten voordat überhaupt de website laadt. Op mijn tablet en op mijn computer. Meerdere browsers zelfs. Aha. En nadat die geladen is, dan zie ik nog niks. Ja, dat is echt raar. Ja. Ah. Tot twee verschillende apparaten, meerdere browsers, et cetera. Heeft Hello I'm Chorven toestemming om even dat mailadres te geven? Ja hoor. Ja, je hebt toestemming. En Red Candle heb, by the way. Ga ik die Solhard opofferen voor die Petro? Lijkt me niet echt een goed idee. Dus we gaan gewoon naar de volgende vloer. We hebben Red Candle, we zijn langzaam. Onze fire rate is... ja, we hebben echt hele slechte items op het moment. We hebben veel bommen. Oké. Floep. Daarom is Red Candle nou heel erg handig. Tut. Deze muziekje is heel leuk. Tut. Muziekhype. Oké. Dat was een domf. Dat was heel erg fout vlammetje. Auw. Oh boy. Ik ga dit zo niet overleven. Oh. Auw. Oh, dankjewel. Red Heart. Njoink. Oké. We mogen nog geen damage meer krijgen, want anders gaat onze deal with the devil kans weg. En dat willen we niet. Oh boy. Oh boy, dit kan vervelend worden. Dit kan heel vervelend worden. Oké, eentje is weg. Hello darkness, my old friend. David Gamers, nogmaals, een beetje rustig, jongen. Met zo'n ongeduldige attitude, dan heeft Mime ook al zoiets van... ja, willen we die wel in de server plaatsen? Want ja, hij is server-eigenaar, dus... Inderdaad. En ongeduldige mensen die krijgen niet echt voorrang. Nee, totaal niet. Oh, waarom nou zoveel Zubats? Oh boy.
Hier, heb een vlammetje. Ik vind het wel fijn hoe dat die Red Candle zichzelf... En daar gaat de deal with the devil chance, Dory. Ging zo lekker. Deze run gaat waardeloos. We hebben genoeg bommen, daar niet van, maar... En dat is een rot item. We hebben echt geen geluk, jongens. Ah, gelukkig werkt de Twitch app wel. Alleen daar moet ik nog heel even op inloggen. Ja, dat is goed. Daar heb ik nog mee gewerkt. Oh jongens, deze run die gaat waardeloos. We moeten concentreren. Huh? Maar natuurlijk hebben we ook nog van die Cubones. Heel veel Pokémon Reverences hier. Ik krijg bordjes naar mijn hoofd. Oh, dankjewel. Hartje, hartje, hartje. Ik heb het nodig. Oh mijn god, onze health is zo laag op het moment. En onze damage is zo laag op het moment. Alles is zo laag. En dan weet ik niet wat je gedaan hebt om 2 strikes te krijgen. Auw. Oh, kom op. Geef me iets van damage of iets wat deze run wat makkelijker gaat maken. Kom op. Struggling. Fire rate up. Maar dan gaat onze damage van omlaag. Oh boy. Onze damage is op dit moment 1,75. Oh god, dit is waardeloos. BFF kan handig zijn. Ja, het nadeel is, we hebben inderdaad al onze damage gehad, waardoor dat deal with the devil lager is, maar we hebben ook nog maar zo weinig health! Hi. Oh boy. Auw! Nee. Oh mijn god, ik heb nog maar 1 hartje. Dit gaat niet goed, jongens. Stress, paniek. Hey! Ja, is gelukt. Welkom, Musical Memoirs. Ja, ik weet niet. Twitch had het, heeft het inderdaad even een beetje zwaar. Ik ook. Ja, ik heb toch maar 1 dagje. Ik weet niet waarom, maar ja, zolang het via de app wel werkt. Nou ja, het werkt in ieder geval. Oeh, health! Nee, er zit geen Safari-zone in de Pixelmon server. Al zat ik wel aan een soort van zoiets te denken om zelf te bouwen. Oh boy. De vallen. Doink. Auw. Ja, rip deal with the devil chance, jongens. Die zit er niet meer in. Ik bedoel, we hebben 5%. Nou ja, aan de andere kant, iemand die heeft een badge gewonnen bij mij met 4%. Nee hoor, ik krijg hem niet. Screw you, game! Alle spellen haten mij. Zo gemeen. Oh. Oké, nou, we hebben in ieder geval nou 100% kans, tenzij dat we geraakt worden. En ik wil hier even een bommetje tussenin. Ik heb soul hearts nodig. Een hart. Geef jij mij een soul heart? Nee, hè? Bombs are key. Op zich heel goed. En natuurlijk hebben we freaking Curse of the Lost. Oh, oh, nee. En dit is Binding of Isaac. Ja. Oh, wordt al in de chat gezien. En dit gaat waardeloos. Ik heb een van de ergste runs ooit. Nou, sowieso hebben we nou de 8 gyms hebben we erbij gevoerd. Maar ja, Elite 4, niemand is nog door de hele Elite 4 heen gegaan. Dus voorlopig hoeven we er nog niet echt iets bij te voegen. Nee. Maar ik zat er wel aan te denken dat als ik een leuk gebouwtje wil gaan maken. En die mooi zou kunnen functioneren voor een gym. Dat ik misschien nog een andere gym ga invoeren. Maar ja... Voorlopig niet. Oké, komen we nou weer waardeloze items tegen, hebben we in ieder geval weer een Petro. Oh. Ja, Mumei die is er nou ook, dus die kan
Die heeft moderator status, dus die zal er geen probleem mee hebben. Die zou het gewoon kunnen plaatsen. Yep. Ja, nou zou je inderdaad in die vorige run willen zitten, inderdaad. Maar ja, wij geven niet op. Oh, rip run, jongens. Echt. Damage van 1,75. Dat is waardeloos. Dat is bijna zo slecht als sojamilk. Ah! Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Gelukkig is de muziek decent. Ga weg. Poink. Oh, wat is het met al die Zubats? Ja, yeah, quite annoying. Ja, ik moest even reference zeggen. I'm hunting for my Gyarados. I think it's in my moon. It's spooky and illit in here. I hope I find it soon. I like this place with the Pokemon. If I had one that new flash. All I've got with me is a magic carp and it knows nothing but splash. Oh, jeez! Half hartje! Oh, mijn god, ik is er dood! Holy snijkvogels! You can do it! Oh, boy. Please, laat daar een tempo hard in zitten. Laat er een tempo hard in zitten. Gubby spa! Nog beter! Boink, 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 boink! Oh! Oh, en dan ook nog eens een keer dit. The body! Hier, je heb een vlammetje. De Pixelmon van 1.8. Dus dat is de 4.1.4 uit mijn hoofd. Nee, 4.1.4. Ja, 4.1.4. Oh, onze health problems zijn opgelost. Oh, dit is een. Oh, die hadden we echt nodig, die Guppy Spa. Zeep, spuit wat regel. Repels, dan heb je geen last van Zubats meer. Ja, maar die hebben ze ook gejat van me. The only key that's defending me, a ball of repel. Dus sowieso is het slim om mij eerst heel veel mailtje te sturen, want ik stuur ook de benodigde mods. Welke versie stuur ik dan erin op? Wat attent van jou. Dat is nice. Oh, Spinarax. Ga weg. Ga weg, jij spinnerek! Ren weg van mij! Oh, hij schoot terug. Zagen jullie dat? Hoe laat Pixelmon na deze run? Wat is je e-mail? Iets. Mijn e-mail krijg je namelijk niet. Ik heb nog niet echt een speciaal fan-e-mail aangemaakt, dus vandaag. Oeh, blue map. Want, nu hebben we er nog weinig aan, maar dat maakt niet uit. En ja, ik wil eigenlijk ook die spider-dinges hebben. Dus ik ga gewoon heel veel uit de donatiemachine. Ik bedoel, dit is de slechtste run ever. Dus elke hulp die we kunnen krijgen, die wil ik. Ik zal hem ook even opblazen. Goed zo. Oké, geef maar. Mod buddy! Oh boy. Nieuw. Toink. Ik hou van een vlammetje. Duh. Stop nou eens met mij te raken, serieus. Ik mag er nou wel geen health issue meer hebben, maar... En natuurlijk hebben we ook nog Curse of the Lost. En die is super irritant. Oh, onze damage is waardeloos. Nou ja, op zich, met Lamp of Gold doet hij best wel veel. Burn Penny, extra bommen, altijd handig. Aangezien dat we nou bom... Sorry. Ja, die Q-bones. Stomme Q-bones. Ik hou niet van Q-bones. Zoveel Pokémon-references hierin. Waarom noem ik ze Cubones? Omdat ze gooien met een bot. Dat is voor mij al gewoon een Cubone. That's racist. Oh, hoi. Hier, heb een vlammetje. Oh, dat werkte goed. Nou, we hebben 50% kans. Iets minder. En we krijgen geen deal with the devil. Oké, misschien nou wel. Oh, echt, onze damage is waardeloos. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hallo. Hier, heb een vlammetje. Oh, oh boy. Nyeng.
Oh, die jongens, dit gaat echt niet goed. Ik bedoel, we moeten dadelijk... we zijn bijna al bij het... Hoi! Dank je voor de monies. Oh, wacht, hier zit secret. We hebben al 99 sleutels! Oh, nou ja, nog een keer 99 sleutels, waarom ook niet? Oh. Praat niet over Cubans, want dat doet mij denken aan Lavender Town. Sorry? Nou, dan gaan we niet over Cubone spreken, maar gewoon letterlijk direct over Lavender Town. Tuut, 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 tuut. Ja, dat zal gemeen zijn. Wacht even. Nou, ik weet even niet meer hoe dat deuntje nou precies ging. Get out, get out. Oh boy, nou. Oh, Headless Baby, die wil ik! Die wil ik, 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 die wil ik! Oh, daar moet ik zelf helft voor opofferen, maar ik wil hem! Die kan zo handig zijn. Ga heen. Jij ook, ga. Ik vind het wel fijn dat je nou kan zien hoeveel schade dat je eigenlijk doet. Oh, hebben ze dan ook een extra kistje? Ja, weet je wat, jongens, we gaan het gewoon doen. Eerst eventjes hier, secret. Dibbidabbidabbidab, it's a secret! Oké, eventjes die rode vlammetjes weg. En dan moeten we heel voorzichtig... de kistjes hier naartoe duwen om een bom te besparen, want echt veel bommen hebben we niet. En jou moeten we opblazen, vind ik leuk. Die muziek, jongens. Oké. En monies, bom terug. Magician... Nee, ik hou liever Pietro bij me. Waarom heb ik eigenlijk Pietro net niet gebruikt op die bosroom? Maakt niet uit. Poink. Dankzij de trinket die we hebben krijgen we wel genoeg bommen. Dat is wel gunstig. Wat is dit? Relax! Tuurlijk, scheidt alles onder. Waarom ook niet? We hebben een Headless Baby. Dat is wel handig. We hebben nou overal rode goo. We hebben nog helemaal niks. Geen item room, geen... we hebben wel de boss room al. Dan komen we later wel. Eerst de item room. Beste dame, we hebben gezegd rustig aan. Relax. Eens even kijken. We hebben nou wel weer een paar bommen erbij. Nee, 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 nee. Jullie mogen niet op mij schieten. Jullie mogen niet op mij schieten. Daar hebben jullie geen toestemming voor. Oké, we leven nog. Ik heb al de hele tijd een irritante jeuk in mijn neus. Oh, je hebt ook creep. Hoe weet ik nou welke creep van jou is en welke van mij is? Ga weg. Ik heb een stuiterbal langzaam gebruiken ook. Darkbomb! Want. En ik wil ook Judo Shadow. Waarom ook niet? Mochten we dan doodgaan, dan is onze damage niet meer zo terrible. Dus we hebben een life insurance. Altijd handig. Hier werkt vuur heel goed tegen. Tegen deze redeads. Dat is weer een Zelda reference. Jong. Ja, loop maar even door die creep heen. Loop door die creep heen! Hier, krijg een vlam in je smoel. Een vlam in je smoel? Serieus? Ja, we gaan naar deze run, gaan we lekker naar de server toe, dus wordt hartstikke gezellig. Ho, 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 trolbom. Dit spel haat mij. Ik kan me eigenlijk beter afvragen, welk spel haat mij nou niet? Oké, voorzichtig, concentraat. Oh, jij hebt homing shots. Zo not fair, dag. Oneindige sleutels, ja, dank je spel, dat had ik echt nodig. Als ik wist hoe ik Pixelmon 4.1.4 kon downloaden, had ik dat ook wel gedaan. Via internet! Google it! Zo moeilijk is het niet! Oh, je bent een vent als je zegt over bent. We hebben bijna geen Soul Hearts meer. Oh, waar is die item room? Waarom irritante spookjes?
Waarom irritante Gastlys? Oh boy. Oh boy. Nee, ik wil niet dood. Ik wil een deal met de devil. Dankjewel. Ja, linkjes staan er ook nog eens een keer onder. Dat had ik ook nog eens een keer gedaan, ja. Ik had de linkjes eronder gezet. Helemaal vergeten. Dankjewel voor de reminder. Veel geschreeuw in deze aflevering, omdat ik gek word van deze vijanden. Ah, nee, mag mij niet raken. Mag mij niet raken. Stout. Hier, heb een vlammetje. Strength. Ja, ik heb liever Pietro bij me. Oh, brimstone. Oh mijn god. Kom op, geen rip deal with the devil. Kom op, daar kan ik niet overleven. Ik wil een deal with the devil en ik wil hem nu. Immunity tegen explosies! Da-da-da-da. Dat is handig. Oké, waar is die shop? Oh, daar is de shop! Nee! For fart's sake! Ass! Oh, ik zie inderdaad wat je bedoelt, want zelf krijg ik ook, als ik op de website probeer te kijken, de 404 error. Dan, zelf kijken, ik zoek wel een maniertje om de vuil... Ligt de website eruit? Oké, het is officieel, dit spel haat mij. Alweer. We krijgen een Steam sale waar we nou niks meer aan hebben. Dankjewel, spel. Dankjewel. Echt. Attent. Lief van je. Lief. Dank je. Ik ben daar heel blij mee. Oh, dat is mooi dat je er blij mee bent. Ja, nou. Natuurlijk heb ik ook nog eens een keer de grootste troll op Skype nu. Die mij daar nog eens een beetje mee gaat helpen. Graag gedaan. We gaan naar de baas, jongens. We zijn nog steeds in leven. Wacht, wat hadden we hier? Nee, dat was in de vorige vloer. Nou, dat is jammer. Anders had ik trouwens niet kunnen peetrowen, maar ja. Dat kan natuurlijk niet. Ah, weet je wat? We hebben heel erg veel bommen. We hebben 30 sleutels. Weet je wat? Misschien krijgen we hier nog wel een soulheart van. Eentje. Eén soulheart. Meer vragen? Dank je. Oh boy, de cage. En nee, dat is niet Nicholas. Oh boy. Nee! Oh, dat doet mij niks meer, ja, want ik ben immuun tegen explosie damage. Oh boy. Auw. Hier, heb een vlammetje. Oh! Dankjewel voor die soul hearts. Oh, dat doet goede schade. Daar ben ik blij om. Oh. Ja, die stekeltjes van jou, die doen mij niks. Jammer, hè? Waarom niet weer? Oh mijn god, ik heb 1 op de 2 kans op een deal with the devil. 1 op 2. En ik heb hem 2 keer achter elkaar niet gehad. What the bloody neus. Nou ja, 4% kans om te winnen in een Pokémon battle. Shut your mouth! Serieus, wat heb ik aangedaan dat je me zo moet pesten? Jij bent degene die mij in de call heeft uitgenodigd. En dan denk je dat je automatisch het recht hebt gehad om mij maar te gaan lopen pesten? Ja. Touché. Nee, 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 nee. Nee. Oh, kom op. Niet doen. Niet schieten op mij. Dat mag niet. Stouter wat je ook bent. Ik wil dat geld. Poink, poink. Soulheart, geef! Ik heb het nodig. Slim idee. Kap hem via... Kovasi. Ik heb geen flauw idee hoe dat je dat uitspreekt, maar goed. Kofferziek. Hoe? Kofferziek. Gezondheid. Nou, je kan het inderdaad van een andere modpack inderdaad plukken.
Maar ik zal nog wel even zorgen voor anderen, want blijkbaar is het gewoon een probleem op, een, op de website momenteel. Dus ik zal wel even zorgen dat die downloaden valt. Ja, dat is nogal problematisch. Secret! Nou, dat ding die heeft bijna niet geactiveerd, dus ik denk dat ik die even geswap met deze. En dan kunnen we toch nog hier de bosroom in. Hopelijk met een damage up. Of gratis deal met de devil, dat mag ook. Oh, we hebben de Curse of the Unknown, typisch. Pandora's Box. Veel monies. Oké. Heb je nog meer? Curse of the Tower. Die wil ik juist niet! Dat is juist die ene item die ik niet wil uit... Oh. Dit spel haat mij. Elke keer als ik nou geraakt word komen, ik weet niet hoeveel bommen. Maar ja, aan de andere kant, ik heb immuniteit tegen bomschade, dus... Behalve als dat er een bom tegen me aanvliegt. Daar weer niet tegen. Oh, oi. Yoshi Gaming, bedankt voor de follow. Oh boy. Dit gaat lekker. Concentratie. Oké, we hebben hem. Waarom zoveel... Waarom geef je... Nee, maakt niet uit. Voor een tweede kanaal, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb al moeite met één kanaal. Zeker omdat ik geen fulltime YouTuber ben. Auw. Jongens, jongens. Oh, oh. Die bommetjes zijn handig. Het zou toch wel gaaf zijn als we deze run toch nog kunnen halen. Hier, eet het. Pak het. Braaf. Oh boy. Brimstone doodles. Altijd vervelend. Zeker met uitjes. Daar! Laat er hier iets goeds in zitten. Damage up. Oh please, laat dat cricket head zijn. Abel. Mirrored buddy. Die is zinloos. Chicken Wind Soup heeft 2 euro gedoneerd. Dankjewel! Het is niet veel, maar het is tenminste wat. Voor mij is het heel erg veel. Enorm bedankt. Dat brengt de 3DS Capture Card zeker dichterbij. Dus enorm bedankt daarvoor. En ja, bedankt. En bedankt. En thanks. Volgens mij wil ik bedankt zeggen. En thanks. En bedankt. En zo. En... Ik kom eraan en iemand doneert. Ja. Ik vind het ook helemaal geweldig. Nou, ik ben nu ook voor het handigheid de... Jij en handig? Ja, ik ben heel handig. Ik heb er 2. Dit is gewoon leuk om te kijken en zeep is awesome. Dankjewel, Yoshi Gaming. Oh boy. Ga heen. Ik heb een vlammenwerper en ik zal hem gebruiken ook. Of ember. Het is meer ember eigenlijk. Maar ik ben nu de mod die dus niet geopend kan worden vanwege de website. Ben ik nu help aan het uploaden op een site. Zodat jullie die ook daar vandaan kunnen halen in plaats van de officiële site. Ah, dat is ook lief van jou. Hoi Cookie Boy. Oh. Maakt mij echt eigenlijk niet meer uit wat die items zijn in de Deal of the Devil of Deal with the Angel. Het maakt echt mij geen ene rol uit. Ik pak het gewoon allemaal. Elke damage boost is meegenomen. Oh boy, jij bent snel. Jij bent snel. Ah, jij bent heel snel. Hier, heb een vlammenwerper. Ah, jij bent echt super snel. Enig Togo, bedankt voor het volgen. Gezellig. Wow, dit zijn een hoop items. We hebben Robo Baby. Lucky Foot. Blood Rides. Nee, die mag eigenlijk wel gereroled worden. We hebben sleutels genoeg, dus we pakken het allemaal. HP up. Rotten Baby. Ik weet niet, we hebben BFF. Nee, dan hou ik toch liever de Red Candle.
Nummer 2. Nou, we zijn immuun tegen bomb damage, dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. En best friend. Oké, die gaan we even rerollen. Hoppakee. Technology 2. Oh mijn god, nou is onze damage nog lager. Het kan leuk zijn, tenzij dat je het probleem hebt dat het spel je zo enorm haat dat het je alle foute items geeft die je maar kan geven. Ah, onze damage is zo waardeloos. Het spel wou gewoon jou een uitdaging geven. Positief benaderen. Het is maar wat je positief noemt, zeg. Hier, krijg een laser in je gezicht. Ja, die bommen die maken niet uit. Ik heb bomprotectie. Nou ja, gelukkig zitten we dicht bij de shop. Boom. Oké. Nee, die hoef ik niet. We hebben full health. Oké, we hebben een shop. Waar ben jij? Placebo. Die wil ik helemaal niet. Ik heb niks aan een placebo. Oh, hi mom. Hi. Oh boy. Hier, heb bommetjes. Volgens mij heeft auw! Stop nou eens met mij te raken, serieus. Dat is zo not fair. Hier, heb een vlammetje. Even stuiteren. Oh, we hebben hem bijna al. Met 1.14 damage. Vergeet straks niet om je Zubat uit je Pokéball te halen voor happiness. Volgens mij was dit Polaroid. Juist. En het maakt me niet uit, wees dit. Mega Blast! Weet je wat, we nemen hem gewoon mee. YOLO. Worst run ever, jongens. Worstenbroodje run ever. Kom op. Ik ben echt bang dat ik zo dood ga, jongens. Nou ja, onze fire rate is flink. Waardoor dat we best wel flink damage doen. Bombs are key. Ik denk dat ik met 20 bombs wel goed zit. Dus tenminste, dat hoop ik. En ik gooi nu extra bommetjes elke keer als ik mijn knop ingedrukt houd. Dat is ook handig. Hoi, waarom leef jij nog? Ik ga dood. Dank je. Hoi. Oh boy. Oh, te veel dingen hier. Hebben we hem? Oké, nu wel. YOLO. Oh nee, niet weer zo'n room. Ik heb hier hele slechte ervaringen mee. De vorige was een troll. In een OP run. Dus is dit dan nou... een sleutel. Oh. Dit gaat helemaal half doorheen. Weg. Oh boy. Dat was niet zo slim. Oké, weet je wat? We gaan gewoon hier alles openen. Ik heb een idee. Fireblast! Was dat het? Dit is leuk. Wee! Hij blijft maar doorgaan. Nou, ondertussen zijn ze in de chat flink bezig met het voor elkaar krijgen van de Pixelmon. Waar we dadelijk nog even gezellig naartoe gaan. Yep. En met we bedoel ik dan Twitch, dus dat wordt geen YouTube-videootje helaas, sorry. Tuurlijk, range down. Maakt niet uit. Ik heb lasers. Oh boy. Jammer dat we die laser niet constant kunnen gebruiken. Dat zou echt OP zijn. Laat me raden, Steve. Wat? Nee. Die heb ik zelf gevonden voordat ik naar hem keek eigenlijk. Hi, dankjewel. Oh boy. Oké, weet je wat? Blaas de boemer op. Maakt mij niet uit. Doe maar. Blaas de boemer gewoon op. Maakt mij niet uit. Ik kijk ook nog wel eens een keertje zo voor de grap op... De binding of... de modding of Isaac is dat geloof. Oh, je hebt een hele hoge fire rate.
Oh boy. Nou, we hebben luck-up in ieder geval. Spoilers! Spoilers! Zo heeft dat. Spoilers! Oké, jij bent neer, jij bent neer. Nee, blijf! Weg! Oh boy. Echt een heel leger van. Oh boy. Nee, niet in een hoekje opsluiten, dan gaat de deal met de Devil Chance weer. Ah! Het spel haat mij. Daar komt trouwens een link in beeld voor Mume, die eventjes de mod linken. Brimstone. Sorry, ik probeer toch een beetje te focussen even op de game, jongens, want ja, is wel wat slimmer inderdaad. Dit is een hele challenging run op het moment. Er wordt ook gezegd, elke keer als je een hele goede run hebt gehad, dat de volgende run waardeloos zou zijn. Dat heb ik dus nu op het moment. Oh boy. Concentratie. Hey, Big Russ, buddy! How are you doing? Long time not spoken, but we are streaming Dutch at this moment. Don't worry, Big Russ is a buddy of mine. Oh boy. Yeah. Two of spades. Daar hebben we ook niks aan. Poink. Yeah, but maybe it's not really that convenient for the chat, so that's why we are saying it's a Dutch stream. En hoe werd ik niet geraakt door die brimstone? Ik zeg brimstone. Oh boy. Money is genoeg weer, zoals altijd. Oh boy. En weer schade. Oh, ik heb nog maar 3 hartjes. Dit gaat zo fout. Oh boy. Jongens, ik wil dit overleven. Ik wil het echt serieus overleven. Wat is dat? Wat is onmogelijk op dit moment? Ik heb Eevee bij me. Eevee brengt geluk. Al heb ik nog maar 3 hartjes. Ik heb Eevee bij me. Eevee brengt geluk. En ik heb Melon achter, die brengt ook geluk. Toch Melon? Joh. Kom op, hier zit de secret room, ergens. Dank je. Barf! Barf! Ik wil de cube of meat, geef het. Geef het aan me. Oké, dank je. Ja, nogmaals bedankt, team moderators. Team mod. Oh boy. Oh boy. Niet op mijn schiet. Oh, 2 hartjes, 2 hartjes, 2 hartjes. Oh. Secret. Oh, geef me goede pillen. Geef me iets. Bad gas. Bombs are key. Lock up. Dat is altijd handig. Tears down. Dat werkt toch niet. Lekker puh. I can see forever. Is een beetje onzin. Maar goed. Mime, wat ben je stil. Ja, Mime is even bezig voor die... Dat ik nog maar 1 hartje heb. Oh boy. Oh, ik zie de dubbele hartjes. Ik zie de... Pak het. Oké. Okay. Die is met mods voor jullie bezig. Ja, ik probeer Stefan niet... te veel af te leiden. Dadelijk bij Pixelmon zal hij heel erg spraakzaam zijn. Kan ik tenminste pauzeren? Oh. Ja, en ik heb de... Wow, hoi. Ik wil lezen. 1,50 euro gedoneerd. Hallo ZeldaPlay20, een hele kleine donatie van een van je grootste fans. Dankjewel, Enig Togo. Geniaal, dankjewel jongen. Ik kon mij dan niet lezen. Mijn window die kwam niet goed van voren toe.
Hey Henry, bedankt voor de donatie. Echt gaaf. Die capture card die komt steeds dichterbij. Zeep, kun je nog die ene opnamesessie herinneren van Modded Survival? Dat het onweer... Ja, dat herinner ik me nog, ja. En dan kreeg je de tornado mod die in één keer begon te irriteren. En, oh god, waarom? Waarom? Why have you forsaken me, game? Weet je wat, we gaan gewoon naar de baas toe. En we krijgen gewoon nou een deal met de devil. En je gaat gewoon heel lief zijn. En gaat me gewoon een damage up geven. En dan gaan we allemaal blij. Zeggen we kumbaya. En zijn we allemaal heel erg blij konijntje. Zullen we het zo doen? Ja, je moet... Fireboss NL. Het is wel de bedoeling dat als je Forge hebt geïnstalleerd... dat je eerst even Minecraft opent. Voordat je gaat zoeken naar de modfolder. Ja. Auw! Er worden namelijk bestanden aangemaakt nadat je de... Kom op, laat me mijn chat even eens een beetje helpen. Dan hoef je me niet te straffen, game. Ja. Oh boy. Ja, dus je moet in... wanneer je de launcher hebt geopend... staat er links onder profile. Daar moet je de Forge profile eerst ook selecteren. Oh, Jesus. En de Towler was de eerste Shaak met de tornado's. Towler is altijd de Shaak met tornado's. Denk ik. Oké, okay, we hebben de bosroom. En we hoeven nog maar één ding voor onze charge. En dan kunnen we gewoon It Lives gewoon helemaal blartje. Oh, dit wordt een win-win situatie, jongens. We gaan dit winnen. Oh boy. Sol hard terug. Mooi. Dus we kunnen een hit taken. Heel veel hartjes. Mooi. Oké. Okay. Here we go. The Super Blast. Het werkt. Kill it. En geen deal with the devil. Hallo, ik deze jongen. Hallo. En hallo de bra fan. Zeep slash Stefan slash CP20. Oké, nou, we hebben nog steeds de kans om deze run te halen, jongens. Ik geef niet op. We hebben nog maar 2 rooms te gaan. Ik geef niet op. We hebben geen deals met de devil meer. We zijn enorm langzaam. Oh boy. Oh, hoi. Wat ik even vergeten ben. Daddy Longlegs moet je niet stil blijven staan. Dat is dodelijk. Mag ik ergens een power-up krijgen nou? Iets? Ik bedoel, serieus. We zitten gewoon in de cadet roll met 1,4 damage. Dus, of 1,14 damage. Nog erger. Alleen de muziek is catchy hier. Oh boy. Hier, pak het. Oh, daar hebben we we hebben die secret al. Waardeloze secret. Bob's brain, waardeloos. Nou ja, trouwens, het helpt voor de Bob-transformatie. Dus we kunnen hem net zo goed meenemen. Oh! Misschien had ik Red Candle nooit op moeten geven. Maar ja, aan de andere kant is de... Mega Satan laser. Best wel een goede destroyer geweest van bazen. Dus op zich niet zo verkeerd. Maak maar open. We hebben nog niet eens flight. We hebben echt helemaal niks. Oh boy. Hi. Oké, als jij daar zo leem in die dingen blijft staan, dan gooi ik daar gewoon een bommetje op. Want dat verdient een bommetje, las ik al in de chat. Dan ga je op mij lopen schieten en dan ben ik het niet mee eens. En dan pak ik hier een bommetje, want dan krijg ik weer een bommetje, want dat verdient een bommetje. Boink. Zeep, wat zou je kiezen? Minecraft of The Binding of Isaac? Binding of Isaac. Random factor en het verveelt nooit. Minecraft kan nogal snel vervelen. En Pixelmon, daar reken ik daar niet bij mee. Want Pixelmon slash Pokémon, dat zijn 2 games gecombineerd. Dus ja, heb je dan geen Pixelmon, dan zou je gewoon Pokémon hebben. Dus ik zou mijn Eevee nooit in de steek laten. En Pikachu ook niet. Chest music. Komt dadelijk. Oh, gaan we deze gok weer wagen? Gaan we het weer doen?
Ik heb zoiets van YOLO, gewoon do it. Doe, we hebben een extra leven, hoop. Even kijken, nou, oh nee, we hebben een black heart. We hebben een dark heart. Wow, waar krijg ik schade van? Damage head. Handig voor een guppy item. Daar hadden we al twee van, dus... Neem hem gewoon mee. Is handig voor de teller. Oké, nog twee hartjes. We can do this! Onze Mega Blast is ondertussen ook weer vol, dus... Oh, snijkvogels! Ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood. Blijf leven, blijf leven, blijf leven. Geef me hartjes. Nee, tuurlijk niet, hè. Het spel zou je ze een keertje helemaal nodig hebt! Oh, zoveel explosies overal, jongens. Oh boy. Ik ben zo bang dat ik dit niet ga overleven, jongens. Ik weet dat ik één extra leven heb, maar toch. Oh boy. Kom op. Kill hem alvast. Kill hem. Oké, okay, daar is er eentje neer. Kom. Oh boy. Elke hart is nee meegenomen. Ik moet even van rust nemen naar het heel druk hebben, potverdorie. Ik heb het ook heel druk. Help! Wil ik deze room opnieuw doen? Nee! Dat is een hele slechte keus. Waarom zou ik deze room opnieuw willen doen? Dat is suicide! Oh boy. Explosies doen me lekker niks. Ga heen. Oh mijn god. Ik zit hier te stressen, jongens. Wat is dit? Mother is watching you. Ja, die werkt altijd tegen me. Secret. Holy water. Neem het gewoon mee. Blar! Oh, dit is niet slim. Dit is niet slim. Dit is niet slim. Ik ben dood! Oh boy. Oh, we kunnen... Kom op, geef hem even die schade. Geef hem even die schade. Oh, we hebben nog maar één hartje! Hoe lang gaat dit nog door? Nee! Ah! Die stomme laseraanval van hem! Die stomme stink, stomme stink, stink, stomme stink laseraanval van hem! Hij ging zo... Ik had er echt hoop op, jongens! Ik had er echt hoop op. Ik had echt het gevoel van... Dit gaan we halen. Aww. Really? Jongens, YouTube, bedankt voor het kijken naar deze twee video's. Nogmaals mijn excuses dat we dus deze twee weken geen Terraria zouden hebben. Maar ja, de volgende Let's Play die zit eraan te komen. Jullie weten al wat dat gaat worden. Dus... ja, met dat gezegd te hebben, een beetje geduld nog. Livestreams zullen ook wel weer verder gaan. Ik ga nog heel eventjes Twitch meenemen naar Pixelmon. Ik dank jullie voor het kijken naar Binding of Isaac Afterbirth. En ja, hele fijne dag nog gewenst. Tot ziens, jongens. Doei!